We vertrekken vanuit een omkeerbare reactie. Dus een evenwichtsreactie die is als volgt: 2 keer SO3 ontbindt tot 2 keer SO2 en zuurstofgas. In een reactievat van 10 liter mengt men 0,6 mol SO2 en 0,3 mol O2. Pas op, in een reactievat van 10 liter, we werken hier enkel met de concentraties. Dus het eerste wat we doen is die concentraties, sorry, is die aantal mol herrekenen naar concentratie. 0,6 mol op 10 liter is dus 0,6 gedeeld door 10 mol per liter of 0,06 mol per liter of molair. 0,3 mol gedeeld door 10 liter is 0,03 mol per liter of 0,03 molair. En bij het intreden van het evenwicht is er 0,2 mol SO2 over. Ook dat moeten we herrekenen naar een concentratie. Dus 0,2 gedeeld door 10 liter is 0,02 mol per liter of molair. Dus wat is er gebeurd tussen die 0,06 en 0,02? Daar is 0,04 verdwenen. En dan gaan we kijken naar de voorgetallen. Hier heb je 2, hier heb je 2, hier heb je 1, maar die wordt niet geschreven. Dus weten we, als hier 0,04 wegreageert voor 2 mol, gaat hier voor 2 mol 0,04 mol per liter erbij komen. En als hier 0,04 mol per liter wegreageert voor 2, dan gaat er 0,02 wegreageren voor 1, gedeeld door 2 dus. Wat levert ons dat op als eindgetallen? Dat levert ons 0,04 op. Dat levert ons 0,02 op, maar dat was gegeven. En dat levert ons 0,01 op. Men vraagt hier de concentraties, dus dat is hier dus ook het antwoord. 0,04 molair, 0,02 molair, 0,01 molair. Men vraagt ons ook om de evenwichtsconstante te berekenen. Die is hier k. We kijken naar de voorgetallen, dat is de evenwichtsconcentratie van SO2 in het kwadraat, maal de evenwichtsconcentratie van zuurstofgas tot de eerste, gedeeld door de evenwichtsconcentratie van SO3 tot de tweede. En als je dat berekent, dan bekom je als getal 0,0025, oftewel 25 maal 10 tot de min derde. Dus steeds opletten, dit staat in concentratie. Ook al geeft men het in mol, men gaat altijd een aantal mol en een aantal liter geven, dan moet je het omrekenen naar de concentratie.